Door Mart Smeets. Nou, daar ben je helemaal de man, hoor. Daar ben je echt helemaal de man. Ik vind het voetballen echt geweldig. Alleen, ik vind het zo bloedserieus altijd. En vooral, weet je wel, als ze naar zo'n nabeschouwing... Weet je, dan staan ze daar achter zo'n bord met al die merken... en dan wordt er wat gevraagd. En hoe voel je de wedstrijd? We hebben serieus gespeeld. Weet je wel, altijd serieus. Ik denk, weet je, maak gewoon een grapje. Dat is voor ons als kijker ook leuk. Weet je wel, dat je die man fokt. Dat je gewoon doet alsof de microfoon het niet doet. Nou ja, we hebben wel gespeeld. Maar dat is leuk voor ons. Of trek een gekke bek. Dat je zegt, nou ja, die voorhoede opgeven. Dat is leuk, toch? Alleen ik weet, voetballers moeten serieus blijven. Kijk, en ik heb een vak, ik kan gewoon lekker gek doen. Ik kan namelijk altijd grappen maken. En ik vind ook, er zijn bepaalde beroepen waarbij je heel serieus moet zijn. Bijvoorbeeld mijn dokter. Mijn dokter moet geen grappen maken. Kan je het voorstellen, een dokter die grappen maakt? Dat ik bij mijn dokter kom, zegt meneer Mahali, gaat u maar even zitten. We hebben hier uw röntgenfoto's terug. En ziet u dat rode stipje hier bij de longen? Dat is een tumor. Je schrok, hè? Zelf opgetekend. Hier, gaat er zo af. Hier. Er zijn gewoon mensen die gewoon bloedserieus moeten blijven. En het allermooiste vind ik, dat is het laatste wat ik wil vertellen, dames en heren. Dat is ik zie jongeren nog steeds op straat. Kijk, in mijn tijd gingen we de straat op met een bal. En dan zei je, ik ben Maradona. En dan was jij Maradona. Hè? En dan zei een ander, ik ben ook Maradona. Dan zei je, dat kan niet, want dat ben ik al. En nu nog steeds, het gebeurt nu nog steeds op straat. Ik zie jongeren laten voetballen en ik hoor iemand zeggen, hey, ik ben Patrick Kluivert. En die ander zei, ik ben Mario Melchiot. En ik kwam dichterbij en het waren Mario en Patrick Kluivert. Dankjewel, Monier. Je hebt gewonnen. Waar zit je? Ah, daar, man. Het is een mooi pak. Het is echt prachtig. Kan dit zakken? Hey, magic, hè? Het is ook een beetje jouw avond vandaag. Ik zou je vragen uit te willen nodigen om hier te komen. Het grappige is, ik ken bijna elke Marokkaanse speler. Monier heb ik nog nooit ontmoet. En dit is de eerste keer. En je bent een topper, man. Ja? Ja. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel, man. Kom even met me mee. Monier, dames en heren. Je bent namelijk ook topscorer. We gaan even kijken naar al die doelpunten. En daar is de goal voor AZ El Hamdaoui. De treffer waardoor hij topscorer van Nederland al is. Wist je die wel? Dat je dacht, als ik er nu één score, ben ik topscorer? Ja, ik wist het omdat Suarez geschorst was. Dus. Een goed gevoel? Ja, een heerlijk gevoel. Oké, dan. Ik ben erg trots dat ik jou die prijs uit mag reiken. En dit is hem. Topscorer 2009. Hij is heel zwaar, joh. Zo! Ja, laat me los. Help me, zacht. Dankjewel.
Dit is hem. Geef hem een hart en warm applaus. Hij is zwaar, hè? 23 goals maakte dus Mouniel Hamdoui. Ronald, ik wil met jou vooral over de topscorer Hamdoui praten. Ik vind het niet echt een goalgetter. En dus, ja, hij heeft er dan weliswaar 23 gemaakt. Maar dat verwacht je meer bij een echt type nummer 9. Ja, maar vaak ook is degene die goed voor de goal komt... is ook vaak degene die uit de tweede positie komt. Dus als de echte nummer 9, de echte diepe spits, gaat vaak... trekt ook vaak ruimte voor degene die in tweede positie komt. En dat is hij vaak. Plus het feit dat hij natuurlijk een fantastische trap heeft. Waardoor hij niet alleen dicht bij de goal, maar ook zeker vanaf een meter of 20 heel goed de goal zoekt. En ook zelfs daaruit dan ook vaak scoort. Goed, dankjewel. Okay. Want hoe meer doelpunten, dames en heren, ja, het is al bekend. Dat het is ook voor het goede doel zeer gunstig. Hoe meer doelpunten, hoe meer geld. Uit landelijke cijfers blijkt dat...